Toen ik op de academie zat, toen, toen zei de docenten tegen mij, je, je moet je specialiseren in, in bepaald iets. Maar dat wilde ik helemaal niet. Uh, ik ben een generalist, dat was ik als huisarts ook. Ik vond het als huisarts veel interessanter om van alles wat te hebben. En geen uh, specialist die alleen uh, uh, in oren of uh, kelen kijkt. En, uh, dus. Uh, uh, ik, ik doe, het geheel? Dat uh, ja, ik doe manier. gewoon van alles. Dat we zeggen, uh, niet, niet alleen de materialen: olieverf, aquarel, uh, 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 pastel. Maar, maar ook de onderwerpen. Die, uh, ik ben ervan overtuigd dat de onderwerpen zich wel vanzelf aandienen. Als Sanne van Tongeren uh, uh, aan deze expositie uh, mee wilde doen. dat is uh, voor Almelo het buitengewoon bijzonder. Uh, zij is. Uh, uh, Beeldhouwer heeft de opleiding gedaan in uh, Florence. Dat is de meest, met Sint-Petersburg, de meest gerenommeerde uh, academie van Europa. Ze heeft daar zelfs les gegeven. En uh, nou, die kwaliteit is wel uh, te zien uit, uh, in haar beelden. En ook daar kun je ook heel mooi zien dat uh, uh, de, de vaardigheid uh, de, de basis is voor de verbeelding. Altijd verschillende houdingen. En die, die houding vind ik interessant. Die, die laat heel veel, veel, veel zien. Dus van deze serie heb ik wel een, een, een 60 schilderijen gemaakt. Van allemaal op boekenmarkten en in antiquariaten. En, en het is een heel apart wereldje met, met, met vooral mannen. Met alpinopetten, plastic zakjes, rugzakje. En die echt op jacht gaan naar een boek. De gebeurtenissen die raak je. En, en die COVID. Ja, dat, dat was natuurlijk een, 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 toch ook wel voor mij persoonlijk een gebeurtenis die uh, impact had. Ik had uh, net een open operatie gehad en uh, nog gebruik kunnen maken van de IC voordat uh, uh, de IC vo volledig overspoeld werd door COVID-patiënten. Plotseling werd ik, werd ik ook uh, risico-persoon. Uh, dus de boodschappen werden door mijn dochter gedaan. Uh, kortom, ook voor mij had het veel impact en angst. En, uh, nou, dat, dat heb ik in twee schilderijen uh, laten zien, waarbij ik uh, 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 een, een persoon die ik al eerder geschilderd had, maar uh, typisch ook zo'n risico uh, persoon in, in, in uh, weg heb laten kijken in een, uh, in een uh, angstbeeld van, uh, van een IC. Uh, alles wat verbeeld wordt is gezien, alleen het is door mij gezien. En, en het is duidelijk dat iedereen op zijn eigen manier kijkt. Dus, dus het is per, per definitie wordt het altijd een verbeelding als je iets weergeeft tenzij je fotografeert. Maar dan nog is dat eigenlijk niet zo. Dus het is altijd persoonlijk.